anders als alle andere mensen, omdat je een been mist. En in het begin denk je van, oh, ik ben gehandicapt, laat ze maar niet naar me kijken. En gaandeweg groeien en nu is het punt beland dat ik denk van, ja, nou ja, ik mis een been, maar verder mis ik volgens mij helemaal niks. Ik denk zelfs als je me zou vragen van, zou je je been terug willen, dat ik daarop nee zou antwoorden. Mijn vrienden zaten allemaal op korfbal in het dorp waar ik woonde. Was dat een gemeengoed, zeg maar, hè? Dat je als kind zijnde ging je op korfbal of op de voetbal. En ja, dat vond ik best wel leuk toen. Ja. Volgens mij deed ik het wel aardig. Ik zat niet in een topteam, maar dat is misschien meer omdat ik individueel vlak beter ben dan in een team. Ik denk dat ik 7 of 8 was toen ik op korfbal ging. Nou, en ik heb mijn ongeluk gehad toen ik 13 was. Nou ja, dus 6 jaar. We rijden nu naar Papendal. En ik rijd dus elke keer als ik naar Papendal toe ga, rijd ik langs de plek waar ik mijn ongeluk heb gehad. Wij zouden een weekend gaan offroad rijden met oude lege voertuigen. Dat was vanuit een oldtimer club, speciaal voor dat soort auto's. En dat zouden we gaan doen volgens mij in de richting van Arnhem. Dat is een vrij lang recht stuk met daarna een bocht. En op het moment dat wij door die bocht rijden in een oude lege jeep zonder deuren, rijdt er iemand in die bocht rechtdoor. En die rijdt eigenlijk tegen onze auto aan. Die auto die begint te slippen. En die rolt vervolgens over de kop. Waardoor ik met mijn been uit de auto geslingerd word. En de hele auto eroverheen rolt. Waardoor mijn been dus zover verbrijzeld en gebroken was. Dat hij er eigenlijk meteen al af lag. Toen ben ik, toen heb ik daar 20 minuten gelegen voordat de ambulance er uiteindelijk was. En toen hebben ze meteen een traumahelikopter ingevlogen met een anesthesist vanuit het ziekenhuis. Om mij dus daar op de snelweg onder narcose te brengen. Ik had zoveel pijn, dat kan je natuurlijk misschien wel indenken dat als je been eraf gerukt is, dat je er niet heel comfortabel ligt. Dus toen ben ik onder narcose gebracht daar op de snelweg. Nou, en toen werd ik 3 dagen later wakker in het ziekenhuis zonder been. Ik lag aan de beademing, kon dus niet praten. Dus ik heb toen ik heb een gebaar gemaakt dat ik wou schrijven. En ik heb dus toen op een velletje papier op mijn buik geschreven: zit mijn been er nog aan? Nou, het antwoord was dus nee. Het gekke is dat het niet zo erg tot je doordringt, totdat voor mij dan, totdat ik op een gegeven moment aan het douchen was, dat ik in de spiegel keek. En dat het beeld van wat je van jezelf hebt, dat ineens niet meer klopt met wat je in de spiegel ziet. Dus hey, je hebt in je hoofd een jongen met 2 benen, een jonge gezonde jongen, en ineens zie je daar een uitgemergeld veentje van 45 kilo wat een been mist. Dat was echt het moment waarop ik schrok en dat ik me ineens besefte van, Jezus, je bent gehandicapt. Nou, ik had dus, omdat ik ongeluk op straat heb gehad, zit er heel veel straatvuil in mijn wonden.
En bij mijn been is dat dus gaan infecteren. Toen hebben ze een huidtransplantatie gedaan, wat ze ook bij brandwondpatiënten doen. En dat is gelukkig goed aangeslagen. Maar dat was eigenlijk pas na een half jaar dat ik dus mijn knie weer voldoende kon strekken om een prothese aan te kunnen. En toen heb ik pas mijn eerste prothese gekregen. Het is echt ontzettend gevoelig bij mij. En als mijn vriendin in bed ligt en ze draait zich om, dan kan ze wel eens tegenaan komen. Dat doet gewoon ontzettend veel pijn. En ja, een grappige kant is, als je opstaat uit bed en dat je gewoon bam, in één keer op de grond ligt, omdat je even vergeten bent dat je nog maar één been hebt. Toen ben ik via een loopcursus, heb ik bij de toenmalige bondscoach Sprint Springen was dat. En die man die gaf clinics om beter te leren lopen. Ik liep toen de tijd nog heel erg mank. Helemaal overhellen naar één kant. Omdat ik ook gewoon nog niet sterk genoeg was. Maar ook mijn prothese nog niet goed onder controle had. Ik vond het ontzettend leuk en ik ging daar vol voor. En die man die zei toen ook van, nou, misschien vind je het leuk om eens een keertje mee te komen trainen op een atletiektraining. En zodoende eigenlijk in het atletiekwereldje terechtgekomen. Toen heb ik in eerste instantie kogel, discus en speer gedaan. Dat ging hartstikke goed en zeker speer, dat ging echt onwijs goed. Ik hard vooruit, eerste wedstrijd gedaan toen. Om even aan te geven wat het niveau toen de tijd was in Nederland op speerwerpen. Ik gooide op mijn eerste wedstrijd meteen een Nederlands record. Met 4 meter verbetering. Ja, en toen had ik zoiets van, wauw, dit is een gaaf wereldje. Dit wil ik echt heel graag doen. Ik wil naar de Spelen. Ja, ben ik langer gehandicapt dan dat ik valide ben geweest. Ja, reden voor een feestje misschien, ik weet het niet. Ik heb de mooiste baan van de wereld. Ik ontmoet geweldige mensen. Ik kan mezelf goed onderhouden. Ja. Waarom zou ik klagen?